Vergeet ons niet te liken als je nog niet geabonneerd bent. Doe dat dan ook. Hallo allemaal. Superleuk dat jullie kijken naar een nieuw filmpje van ons. Ik ben Emily Das. Maritas. Louis. En vandaag gaan wij het superleuk zien. Namelijk mondmaskers maken van... Like Me! Wat hebben we eigenlijk allemaal nodig? Karton. Zakdoekjes. Een schaar. Dit. En pennen. En textielstiften die op stof kunnen schrijven. We hebben al een aantal mondmaskers gemaakt in mijn filmpje. Dat zie je hier. Speciaal voor het Like Me filmpje hebben we wit stof nodig. Focus pat. Ja! Je mag de t-shirt alleen gebruiken als je hem op 60 of 90 graden hebt gewassen. We hebben dit kartonnetje nodig. En dus eerst leg je de t-shirt open, zonder kreuken. En dan, wat doe je dan? En dan afpakken. Het karton is 30 zo, 31 zo. En de driehoekjes zijn 1,5 centimeter van de kant. Oké, ik zal even de kantjes. Ik ga kijken of het goed afgetekend is. Ik zie al 4 driehoekjes. Haalt u maar uit. Ja! Oké. En nu ga je het uitknippen. Maar we gaan het eerst passen voor we er Like Me gaan maken. Je moet het proberen juist dubbel te vouwen. Zo. En dan moet je het zo doen. Je draait het zo. En dan doe je het hup. Ja, dit is het. Nu nog inkleuren. Het is heel goed aangesloten hier en hier. Maar waarom is dat masker zo wit? Van Like Me. Ah, dat ga ik nu laten zien. We leggen er nu een schabloon op dat we zelf hebben gemaakt van Like Me. En dan gaan we dat overtekenen. Hoe we dat schabloon hebben gemaakt, dat leggen we uit in een volgende video. Nu gaan we het weghalen. 3, 2, 1. Dat is kei. Dat is een kei mooi masker. Kijk. Nu gaan we het opzetten. Dus zo, dan draai je. Ja. Wij zijn benieuwd hoe jullie Like Me masker er gaat uitzien. Laat het ons zeker weten en op YouTube, Instagram, TikTok, in reacties. En vergeet ons niet te taggen Dog in de zusjes. Tot de volgende video. Wel was het wel. Vergeet ons niet te